Het hooikoortseizoen is weer officieel geopend en dat kon ik wel merken aan de vele vragen hierover in mijn mailbox. Onder meer kreeg ik vragen van Fiep, ik kreeg een vraag van Sanne, van Ali en Jano. Ja, en zij vragen zich af hoe het toch kan dat steeds meer mensen last hebben van hooikoorts. Maar wat zou je hier nou aan kunnen doen? Nou, in dit filmpje gaan we het helemaal uitzoeken. Wat is hooikoorts? De echte naam voor deze aandoening is allergische rhinitis. Hooikoorts is een allergische reactie op pollen. Pollen is het stuifmeel van bijvoorbeeld bomen, grassen of kruiden. Stuifmeel zijn microscopisch kleine korreltjes. Het zijn de mannelijke voortplantingscellen waardoor planten zich kunnen vermenigvuldigen. De pollen zijn rijk aan eiwitten en daar kan het immuunsysteem van mensen op reageren. De ergste klachten zijn meestal niezen, jeuk, een loopneus en tranende ogen. Ongeveer 20% van de Nederlanders heeft last van hooikoorts. Inmiddels is hooikoorts uitgegroeid tot een volksziekte en kost het ons ruim 3 miljard euro per jaar. Voor sommigen zijn de klachten zo erg dat ze definitief naar het buitenland verhuizen. In het voorjaar zitten er vooral boompollen in de lucht, zoals die van de hazelaar. Eind mei en begin juni komen de graspollen tot een piek. In het najaar zijn er meer de kruiden zoals zuring, ganzenvoet, bijvoet, weegbree en brandnetel die hun pollen rijkelijk verspreiden via de lucht. Vroeger dacht men dat de klachten ontstonden door de geur van hooi. In de volksmond is men het toen hooikoorts gaan noemen, maar eigenlijk heeft het dus weinig met koorts en hooi te maken. Mensen die er last van krijgen zijn meestal jonger dan 24 jaar. Als je er voor je 40ste geen last van hebt gehad, krijg je er meestal ook geen last van. Als je familie hebt met hooikoorts, dan is de kans dat je er ook last van krijgt meteen al een stuk groter. Gelukkig groeien sommige mensen er ook overheen. Maar hoe komt het nou dat we hooikoorts krijgen? Steeds meer mensen hebben er last van. Sommige onderzoekers denken dat we te schoon leven. Dit noemen ze ook wel de hygiënehypothese. Het idee is dat ons immuunsysteem zich verveelt en daardoor te snel in actie komt, zoals bijvoorbeeld tegen de pollen. Dit zou wel eens kunnen kloppen, want kinderen die op een boerderij leven zijn volgens sommige wetenschappers levenslang beschermd tegen hooikoorts. Kinderen die met dieren opgroeien hebben mindere kans op hooikoorts. Dieren maken zich namelijk niet zo druk om bacteriën. Ook een verstoring in de darmflora door bijvoorbeeld antibiotica, een keizersnee of verkeerde zuigelingenvoeding kan mogelijk zorgen voor hooikoorts. Een andere theorie is dat vaccinaties een probleem kunnen zijn. Het daadwerkelijk doormaken van een kinderziekte kan het immuunsysteem verderop in het leven minder op hol doen slaan. Een verhoogde doorlaatbaarheid van de darm wordt ook door sommige onderzoekers aangemerkt als bron van de problematiek. De darm kan verhoogd doorlaatbaar worden door ontstekingen en ziekmakende bacteriën in de darmen. De lucht is steeds meer vervuild met fijnstof. Hieraan kunnen weer de pollen hechten, die vervolgens dieper in de longen komen, waardoor de problemen flink kunnen verergeren. Stress is volgens onderzoekers ook een grote verstoorder van ons immuunsysteem. Helaas zijn steeds meer mensen in het Westen gestrest. Wat doet de arts? De arts behandelt meestal met antihistaminica in de vorm van pilletjes, een neusspray of oogdruppels. Histamine is een ontstekingsstofje dat bij hooikoorts vrijkomt en voor de kenmerkende klachten zorgt. Helaas werken sommige van deze middelen maar langzaam en kennen ze ook vele bijwerkingen. Daarom zijn veel mensen op zoek naar natuurlijke alternatieven tegen hooikoorts. Basistips tegen hooikoorts. Ga pas naar buiten als het net heeft geregend. De pollen zijn dan grotendeels uit de lucht. Koop speciale horren die het stuifmeel tegenhouden, zodat de ramen en deuren toch af en toe open kunnen. Koop een luchtreiniger met een HEPA of ULPA filter. Deze filteren de pollen uit de lucht. Stofzuig je huis regelmatig, maar wel met een speciale anti-allergie stofzuigerzak. Ik koop zelf altijd een HEPA stofzuigerzak. Laat je was niet buiten drogen, maar doe dit binnen. Zo vangt je was geen pollen op. Ga op vakantie naar de bergen of aan de zee. Hier zijn van nature minder pollen aanwezig. Ook in de nazomer, herfst en winter zijn er minder pollen in de lucht. Ga douchen voor het slapen gaan. Zo spoel je alle pollen van je af en slaap je rustiger. Doe je kleding niet uit in je slaapkamer, want dan kun je de overdag verzamelde pollen door de slaapkamer verspreiden met een onrustige nacht als gevolg. In de namiddag en avond zijn de meeste pollen in de lucht. Blijf dan dus binnen.
In de ochtend is het vaak nog wat vochtig en dat geeft minder problemen. Je kunt je huis dan ook beter in de ochtend luchten. Doe de ramen van je auto dicht. Moderne auto's hebben vaak een HEPA-luchtfilter ingebouwd die ook de pollen tegenhouden. Sommige mensen ervaren verlichting van hun klachten door het dragen van een zonnebril. Deze houdt de pollen grotendeels tegen, zodat ze niet in de ogen terechtkomen. Soms gebruiken mensen ook vaseline rond hun neusgaten, zodat de pollen daar tegengehouden worden en geen problemen kunnen geven. Dan nog wat voedingstips tegen hooikoorts. Sommige mensen worden gevoeliger voor hooikoorts als ze veel voeding eten dat rijk is aan histamine. Dat zijn onder meer de gefermenteerde voedingsproducten zoals oude kaas, zuurkool, tempeh, koffie, chocolade, rode wijn en bier. Eigenlijk alcohol in het algemeen. Andere histaminerijke voedingsmiddelen zijn tomaat, spinazie, avocado, kiwi en aardbeien. Een natuurlijk antihistaminicum is quercetine. Quercetine zit weer veel in kappertjes, rode uien, appels, waterkers, boerenkool, boekweit, bessen en broccoli. Beta-glucanen blijken ook krachtig te kunnen helpen tegen hooikoorts en deze vinden we vooral in edelgist. Laat geraffineerde voeding staan, maar eet veel groente, fruit, peulvruchten en noten, zodat de darmflora in balans kan komen. Dit kan volgens sommige onderzoeken het immuunsysteem kalmeren en hooikoorts verminderen. In het verlengde hiervan kan een probioticum ook zeker wenselijk zijn. Veel mensen met een overactief immuunsysteem hebben een tekort aan vitamine D, waardoor klachten zoals hooikoorts in de hand gewerkt kunnen worden. Voldoende zonlicht kan helpen de vitamine D-status te verbeteren, maar ook het eten van vitamine D-rijke voeding, zoals bijvoorbeeld vette vis, zuivel, paddenstoelen en eieren. Rauwe honing van een imker uit de streek kan ook helpen de hooikoorts te verminderen. Mensen die bijvoorbeeld allergisch zijn voor berkenpollen doen er goed aan om berkenhoning te vinden voor verlichting van hun klachten. Er zijn ook studies die aangeven dat manuka-honing mogelijk kan bijdragen tot verlichting. Mensen met allergische reacties hebben vaak een zinktekort. Het aanvullen van zink is daarom een heel goed idee. Zink zit veel in oesters, hennepzaad, pompoenpitten, lijnzaad en cashewnoten. En er zit ook een beetje zink in haver. Welke supplementen kunnen tegen hooikoorts werken? Als we kijken naar supplementen, dan kan naast de eerder genoemde probiotica ook omega-3 helpen tegen hooikoorts. Omdat deze ontstekingsverlagend kunnen werken. Goede bronnen van omega-3 zijn lijnzaad, chiazaad, hennepzaad en vette vis. Als je omega-3 wilt suppleren, is algeolie ook prima geschikt. De zwavel in de vorm van MSM kan volgens onderzoekers ook helpen tegen hooikoorts. Zwavel zit van nature steeds minder in onze voeding, dus suppleren kan zeker een slim idee zijn. Ook het gebruik van kurkuma kan volgens wetenschappers de overmatige activiteit van het immuunsysteem in geval van hooikoorts remmen. Neem kurkuma wel altijd met zwarte peper voor een verbeterde opname. Tot slot lijkt gember ook in staat om hooikoorts wat in te kunnen dammen. Dit is prima als supplement in te nemen, maar je kunt ook zelf een gembersiroop maken. Gemberthee is natuurlijk ook een lekkere manier om van de gezondheidsvoordelen te kunnen genieten. Voor wie alle tips geprobeerd heeft en niets heeft geholpen, heb ik nog één laatste tip. Volgens Japanse onderzoekers kun je namelijk van je hooikoorts afkomen door heel veel te zoenen. Dus misschien heb je daar nog iets aan. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Laat hieronder in de comments weten wat jouw ervaringen zijn met hooikoorts. Als ik nog tips gemist heb, laat het dan vooral weten. Klik ook op het knopje vind ik leuk als je iets aan deze video hebt gehad. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Tot ziens weer in de volgende video.